ik kan dat ergens wel begrijpen, maar goedkeuren kan ik het niet. Ja, maar waarom de letters van je eigen naam gebruiken? Dat hoorde bij zijn vrede spel. 17 letters. Dus Grevendonck, Gerrit de Koster, Harmsen zaten allemaal in de klas bij Van den Brink. Ja. En die andere twee waren al dood. Ja. En Wiersma natuurlijk. Ja. De man met de steen en de kerk. Zijn wraak was gericht op 6 hoofddaders. Ja, ik heb er vroeger wel eens van gehoord. Maar iedereen die dacht toch dat het een noodlottig ongeluk was. Bartus zag het niet als een ongeluk. Ja, maar is wel een slimme man. De burgemeester dacht dat hij benoemd was door de provincie. Maar hij had gewoon simpel een brief vervals, waardoor hij zijn gang kon gaan. Ja, en doordat hij meedeed aan de zoektocht naar Vliegende Volkert, had niemand hem door. Maar laten we het eens even over iemand anders hebben. Over onze echte held. Want dankzij hem zijn we Vliegende Volkert op het spoor gekomen, hè, Snuf? Snuf, kom dan! Ja, hey. Kijk eens wat ik voor jou heb. Oh. Ja, dat is lekker, hè? Goed zo. Op nieuwe avonturen, Snuf. Op nieuwe avonturen. Ja. Laten we proosten. Op nieuwe avonturen. Ja. Ja, ja. Ik vind het toch wel bijzonder dat iedereen geloofde dat het Vliegende Volkert was. Oh, en jij geloofde dat niet zeker? Jij kent me toch, meisje. Oh, trouwens, bijna vergeten te zeggen. Je zaklantaarn is stuk. Ja, hij was gevallen tijdens het gevecht in de bunker. Oh, ligt hij er nog? Haal ik hem even. Meid, hij is stuk. Dat zeggen ze toch? Misschien kan ik hem maken. Pas maar op dat je Vliegende Volkert niet tegenkomt.